Het was gisteravond de taak van Rob Gozens om de TV-revival van te land ter zee en in de lucht te bejubelen aan de desk van RTL Boulevard. Hij heeft zich door alle reclameblokken heen geworsteld en heeft zich naar eigen zeggen ons etend vermaakt met het programma van zijn werkgever RTL. Ik heb een heel leuke avond gehad. Wat vond Rob van de twee presentatoren, Gerard Joling en Ruben Nicolai? Heel goed. Het risico met Gerard Joling is natuurlijk dat hij de hele tent overneemt. Daarom vragen we hem ook niet zo vaak om hier te komen, want dan komen we niet meer aan ons eigen programma toe, maar hij heeft zich keurig ingehouden. Rob deelt een pluim uit aan het duo. Gerard heeft af en toe zitten schudden buiken en eigenlijk is dat ook al genoeg om het een beetje leuk te hebben. En Ruben en Gerard zijn gewoon goed op elkaar ingespeeld. Er is slechts één ding dat Rob matigjes vond. De enige die ik een beetje vond tegenvallen was Edwin Evers, wat natuurlijk echt met zijn stem een icoon is, maar ik vond dat hij wel heel rustig was in het commentaar, alsof het er allemaal niet toe deed. Veel te tam, vindt hij het. Terwijl we van het verleden weten met Jack van Gelder dat hij het echt kon laten voelen alsof het de halve finale van het WK was. Ik vind het wel leuker om naar te kijken als je inderdaad thuis helemaal opgezweept wordt. Een klein puntje.